Ja, niet eens aan. We zijn bij Wanneroo. Ja. Ja. Vertel eens wat het gaat worden. Nou, het is Jomanda die staat te healen en te koken. In de pot of is dat Jomanda niet? Nee, dat is Jomanda niet. Jomanda staat erachter. Die heeft nog geen kop, die staat er in de wijd. Nee, dus, ik weet niet hoe gaat het spreken, ook weer precies Bianca te gedaan. Ja, mijn eigen spreuk weet ik niet meer. Oh ja, wat je man ook met haar toverdrank heeft gedaan, ons boerke laat er met zijn pilsje mooi voor joker staan. Dat is de spreuk. Die boer die moet dan veel op, die zit veel op de ton en je man die staat hier achter dan, die maakt haar toverdrank zeg maar. En de joker die zit hier tussenin, die is daar aanwezig. Ja, ik zie daarachter, zie ik nog iets staan, wat wordt daar dan? Dat is het lijf van de boer, daar beginnen wij tot zijn kop en daar is zijn... Nou zie ik het, dit is alleen maar een broek aan benen. Ja, nou zie ik het. En je man heeft wel een beetje piekhaar, is dat volgens mij normaal ook niet? Nee, ze is iets lelijker als in het echt, maar ja, dat is zo uitgekomen. En die tante in de moeilijke? Ja, het is een beetje toch een heks, hè? Ja. Het is een beetje toverdrank, moet toch een beetje overdreven uitbeelden. Dan wil ik niet mee zeggen dat je man een heks is, maar bij ons nou wel toevallig. Ja, als uitbeelding. Ja. Als uitbeelding, ja, dat snap ik. Je man die komt niet kijken. Onze Moeslandse pronkzitting of optochter is niks op aan te merken, dus er valt niks in te stralen of zo. Nee, dat is waar. Nee, daar heb ik gelijk in. Nee, maar misschien denkt ze wel dat ze weet dat ze meedoet of zo. Nee. Dan denk dat er wel meer plaatsen zijn waar het te zien is. Ja, dat zou kunnen. Ik weet het ook niet. Maar dat ze zo lelijk is, dat is toch vast nergens, denk ik. Dat is vast nergens. We gaan even aan de andere kant kijken, ja? Dus het lijf van een boer. Dat moet dus de verkant denk ik, hè? Voor erop komen. Ja, nu moet de ver opkomen. Ja, ja. Met een pilsje. En zeker in het kader van de ergonomie, dat je ook af en toe aan moet sporten tijdens het bouwen. Nou, wij moeten fit blijven. Kijk, al dat bier en zo, daar moet toch ook af en toe iets tegenover staan, dus in beweging. Ja, ja, dat is leuk bedacht. En aan de radio erbij, dan kunnen we aerobics... Steps. Oh, steps, sorry. Ja, ik ben er even 2 dagen tussenuit geweest. Dat is altijd handig, zo'n bok. Ik bedoel, Ja, dan gaat het openstaan om te verven en zo. Tenminste, om de verf te zien. Ja, dat is gewoonlijk uitgeknoeid een beetje. Ik weet ook niet of... KGB, kan gebeuren. KGB, ja. En wandelstokken daar. Ja, het is zo, als we hier zo afkomen, dan vatten we mee allemaal een stok en dan... dan moeten we daar weer mee terug. In de hoek. Bezoek. Ja, ik denk dat de versterking eraan komt. Dan gaan we jullie niet langer storen. Ja, zie je wel. Er komt ook meer bezoekers. De bouwers. Hij is weer de wagen. Hij woont hierbij.
tiende prijs. We komen steeds korter bij de top 15 van Moesland. Een clubje. Ik zeg niet hoeveel eer dat zijn, want dan werd de rest het ook meteen. Mag ik op het podium voor de 17e prijs, Carnavalsvereniging Wannewauwer. Vol enthousiasme. Mag ik wel vragen om te zorgen op het podium dat ik geen bier op het glas laat vallen. Want het werd hier dadelijk levensgevaarlijk. En dat geldt natuurlijk voor alle clubs. En dat willen we niet, dat is de bedoeling niet. En zeker niet van zo'n gezellig, zo'n plek en zo'n enthousiast clubje. Ze bouwen bij de Breemortel op de hoek van Schoijk en Haarve. Wat je man daar ook in de toverdrank heeft gedaan. Ons Boerkenboes, dat met zijn pinsje er mooi voor Joker staat. Een schitterend idee, vorig jaar waren we 15e, nou 17e, maar hij was mooier als vorig jaar. Maar dat geldt voor iedereen, dus je bent ongeveer gelijk gebleven. Volgend jaar nog een schepje erop, goed kijken, geweldige best doen zoals je gewend bent. Heel erg hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Carnavalsvereniging Wannewauwer! Ja.